Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken sluit per vandaag alle telefoonaansluitingen op het ministerie af. Het ministerie heeft een totale schuld van 700 miljoen SRD en het afsluiten van de telefoons moet bijdragen aan de bezuinigingen. De bewindsman gaf gisteren voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering aan het op dit moment noodzakelijk te vinden om een goede afweging te maken waar hij met het ministerie naartoe wilt. Het is een harde beslissing. Maar ik kan geen rekeningen van miljoenen meer toestaan in deze tijd. Dus ik ga heel kritisch moeten zijn vanaf de minister tot de laag wordt afgesloten. Ik ga morgen waarschijnlijk die brief ondertekenen. Toch, zo ben ik bezig. Aanpassingsmaatregelen om het ministerie van OW nog operationeel te houden. Jullie weten zelf hoeveel de burger klaagt, goten, wegen, etc. Waarvoor moet ik kiezen? De bewindsman wil voorkomen dat personen keer op keer het ministerie betichten van slecht beleid. Openbare Werken heeft in het verleden vaker een slechte naam gedragen. Er is nu een beleid uitgestippeld om het ministerie weer gezond te maken, meent Noor Mohammed. Het beleid houdt in, we gaan gebouwen inkrimpen, personeel inkrimpen, taken inkrimpen. Vandaag wordt bijvoorbeeld straks in de RVM behandeld. De nieuwe organisatie van het ministerie van Openbare Werken. Ik hoop dat ik later op de dag goed nieuws heb. Dat is de eerste stap naar hervormingen. En dat geldt voor alle districten. En we willen dat personeel houden die efficiënt kan werken. Dat geldt ook voor kader. Als ik te veel heb, gaan we plaats moeten maken. Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De transformatie is volgens hem nodig om het ministerie leefbaar te maken voor de OW'ers die er nog werken.